In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken ook dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze eerste editie vertellen wij u over de geschiedenis van de afschaffing van de slavernij. Het verslag is van Richelle Magnac. Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname na een lang proces afgeschaft. En zoals de literatuur die dag heeft beschreven, was het een dag van blijdschap, maar ook bezinning. En op die dag waren tot slaafgemaakten die vrijkwamen hier op het plein verzameld om te luisteren naar de toespraak van de toenmalige gouverneur. In het eerste deel van deze serie praten we met historicus Jerome Egger, die ons een beter beeld gaat geven over de slavernij, de afschaffing daarvan en de periode daarna. Na iets meer dan 200 jaren van slavernij werden de slaafgemaakten op 1 juli 1863 vrije mensen. Historicus Jerome Egger zegt dat het leven tijdens de slavernij niet gemakkelijk was, omdat slaafgemaakten niet werden gezien als personen, maar als onderdeel van de inventaris van de plantage. Dit is in de ogen van Egger onzin geweest, omdat witte mannen vaak genoeg relaties onderhielden met vrouwelijke slaafgemaakten. Egger noemt het ook onzin omdat de blanken zich ervan bewust waren dat de slaafgemaakten konden denken en in opstand konden komen. Slavernij had natuurlijk een aantal beperkingen, om het voorzichtig te zeggen. Mensen konden worden gestraft. En gestraft in de periode van de slavernij was onherroepelijk fysiek. Ja? Martelen, verminken en uiteindelijk ook doden. Ja? En dan had je nog de kleinere dingen van slaafgemaakten konden geen schoenen dragen of meer van dat soort zaken, konden hun cultuur niet beleven zoals ze dat wilden beleven. De afschaffing van de slavernij is een proces geweest. Echter is de slavernij in Suriname relatief laat afgeschaft in vergelijking met Engelse kolonies. In het geval van Suriname is het relatief laat afgeschaft als je ervan uitgaat dat formeel in de Engelse kolonie slavernij in 1834 is afgeschaft. Eigenlijk 1838, maar dat is een andere discussie. In de Franse gebieden 1848 en zo kunnen we doorgaan. Dan is 1863 vrij laat. De dag zelf, 1 juli 1863, is een dag geweest van feest, maar het is tegelijkertijd ook een moment geweest van bezinning. Vanaf dat moment hadden de mensen voor- en achternamen. Het geven van namen aan de nieuwe burgers van de kolonie vond plaats op een zeer willekeurige manier. In sommige gevallen is het vrij willekeurig gegaan. In andere gevallen heb je het omdraaien van de naam van de meester. In sommige gevallen heb je het voorbeeld van Lobo in het Spaans, Wolf. En dan kreeg je de mensen de naam Wolf, nou, een bestaande naam in Suriname. En namen van mensen uit het buitenland. Bonaparte is een bekende naam. Nou ja, wie had de achternaam Bonaparte? Napoleon. Na de afschaffing van de slavernij moesten de ex-tot-slaafgemaakten nog 10 jaar doorwerken op de plantages. Deze periode staat bekend als het staatstoezicht. In deze periode moesten de ex-tot-slaafgemaakten contracten sluiten met de plantage-eigenaren, zodat ze hetzelfde werk konden voortzetten. En na 160 jaar afschaffing slavernij zeggen mensen, de slavernij is niet afgeschaft in 1863, maar in 1873 toen het staatstoezicht voorbij was. Echter heeft historicus Jerome Egger een ander beeld daarover. Egger zegt dat tijdens het staatstoezicht het duidelijk was gesteld dat mensen niet lijfelijk gestraft mochten worden. Er moet rekening mee gehouden worden dat slavernij meer dan 200 jaar heeft geduurd, waardoor ze de mentaliteit niet zo snel konden loslaten. Dus dat er af en toe wat mishandelingen zijn gebeurd, dat geloof ik graag. Maar dat je dus zonder meer één op één kan stellen van de slavernij is in 1873 afgeschaft. Ik denk dat we dat idee moeten loslaten. Het is 1863. De periode van het staatstoezicht is ook een periode van mensen waren verplicht om contracten te sluiten met de plantage. Nou, Suriname is een groot land. Je kon een contract sluiten met de plantage en 2 dagen later zeggen adieu en ik ga ergens naartoe. Vind me.
Dus het zijn een beetje simpele en denk ik hoor, simplistische opvatting om te zeggen, in 1873 is de slavernij afgeschaft. De periode van de staatstoezicht bood veel ruimte voor nazaten van slaafgemaakten om, om het populair te zeggen, hun eigen ding te doen, hun eigen kostfrontjes te bewerken, in hun eigen leven te voorzien. En zo kan ik doorgaan. Het is geen, iedereen was in de periode van het staatstoezicht gedwongen om op een plantage te werken. Er werden contracten afgesloten en mensen werden betaald voor het werk. Het was geen gratis werk. Historicus Egger zegt dat er genoeg voorbeelden zijn van mensen die geen contracten hadden gesloten, maar gewoon op vestigingsplaatsen werkten. Coroni is een goed voorbeeld daarvan. Dus op een gegeven moment was er een vrij bloeiende kleinlandbouwgemeenschap van voormalige slaafgemaakten, die in hun eigen behoeften voorzagen.